Echt vlot is hij niet, deze das. Een tunneltje is voor hem dus een veilige manier om toch aan de andere kant van een drukke weg te komen. In Overijssel zijn er inmiddels tientallen van dit soort wildtunnels. Om precies te weten hoe vaak ze worden gebruikt en welke dieren er doorheen gaan, staan er soms camera's bij die aanspringen zodra er een dier langskomt. Die leveren zoveel beelden op dat het veel tijd kost om alles te bekijken. Dus wat je ziet is, hij komt er net uitgerend en rent gelijk door. Dus er bestaat ook een risico dat er wel eens een dier gemist wordt op die manier. Mark van Heukelum van adviesbureau Arcades kwam met het idee om het publiek erbij in te schakelen. Samen met de provincie Overijssel ontwikkelde hij Wildspotter. Nee, dat is een konijn. Een konijn. Oh, ja. We hadden wel verwacht dat er wat interesse zou zijn. Met name vanuit mensen die de natuur interessant vinden. Maar dat duizenden mensen de site zouden bezoeken, de vele enthousiaste reacties, dat hadden we nooit zien aankomen. Mensen helpen echt mee om de fauna op site te monitoren. Dat is een marter. Het is niet moeilijk om wildspotter te zijn. Je hoeft niet midden in de nacht bij een tunneltje te gaan zitten. Je ziet gewoon op je eigen computer wat er allemaal is langsgekomen en je klikt aan welk dier jij denkt te zien. Het publiek heeft het echt boven verwachting goed gedaan eigenlijk. We hebben ruim 400 beelden laten determineren. En meer dan 98% van de determinaties was correct. Dus dat was boven verwachting goed. Ja. Een hele prestatie, want de beelden zijn lang niet allemaal even duidelijk. Je ziet net nog een rug en een stuk staart, in dit geval van een otter. Maar zeker voor een persoon die daar wat minder gedreven in is, ja, moet je op basis van een stukje vacht vertellen wat het is. Nou ja, dan is het niet gek dat dat een keertje verkeerd gaat. Sterker nog, ik vind het eigenlijk bijzonder dat het echt maar op een enkele keer verkeerd is gegaan. Want kennelijk toch veel mensen is gelukt om wel het juiste antwoord te geven. Informatie verzamelen met hulp van het publiek, ofwel crowdsourcing, kan dus veel tijd en geld schelen. Nu was het voor Mark van Heukelum nog extra werk. Hij plaatste zelf de camera's en zette ook alle beelden uit het veld online. En daarna begon nog een grote klus op kantoor. We moesten alle beelden nog nauwkeurig worden onderzocht. En als je dan het beeld bekijkt, dan zie je inderdaad dat hij helemaal aan het begin, een paar keer opnieuw, zie je nog net iets in de tunnel weglopen. Ja, dat is ook ontzettend lastig om te zien. De beelden die dan niet klopten, daar zie je dat ook heel veel verschillende antwoorden zijn gegeven. Of dat twee antwoorden heel dicht bij elkaar lagen. Dus het is niet zo dat er dan ook 100% fout is gezegd. Je ziet dan heel duidelijk dat er verwarring is. En in 98% van de gevallen was het antwoord dus gewoon goed. Overijssel steekt behoorlijk wat geld in wildtunnels, ecoducten en andere wildpassages. Ze zijn nodig voor de verkeersveiligheid en zorgen ervoor dat dieren veilig hun leefgebied kunnen vergroten. Net zo belangrijk als de tunnel zelf is de geleiding van de dieren er naartoe. Je moet je voorstellen, een otter die kan hele grote afstanden afleggen in één nacht. Wat je wil dat er gebeurt is dat hij in het hele landschap een tunneltje vindt van 40, 50 centimeter doorsnee. Ja, dat is voor zo'n dier natuurlijk een hele grote uitdaging. Dus minstens even belangrijk is dat je door middel van rasters, maar ook landschappelijke elementen, zo'n dier eigenlijk naar de tunnel toe geleidt. Dat het goed te vinden is. Met deze resultaten kan de provincie laten zien dat de faunapassages dus goed functioneren. Ja, laat maar eens aan het grote publiek zien dat je dit soort dingen doet. Dat je als overheid ook hiermee bij betrokken bent. En dat het ook een successtory is als nu blijkt dat tussen de 80% en 90% van die buizen ook gebruikt worden. Ook worden op deze manier meer inwoners betrokken bij de natuur in Overijssel. Er zijn ook wel kritische geluiden waarvan mensen zeggen van ja, maar dan kijk je naar de natuur op een scherm. Dat is natuurlijk wel zo. Je bent dan niet in de natuur zelf. Maar ik denk wel dat het heel erg laat zien dat de natuur die we hebben veel rijker is dan we denken. Ik kreeg ook echt reacties van mensen van ik wist helemaal niet dat deze dieren leefden in Nederland. Nou, hopelijk leidt dat ertoe dat mensen toch wel meer zicht krijgen op wat wij allemaal hebben in Nederland. Wildspotter is zo succesvol dat Overijssel ermee doorgaat. Binnenkort komen er van meer tunneltjes verspreid in de provincie weer beelden online te staan.